De katholieke kerk staat onder vuur, maar de redding komt eraan. Uit Scheveningen. Oké, wie van jullie zusters durft die strot eens open te zetten? Ho, niet wegkrabben, Maria Roberta. En hier achter mij spelen de interviews zich af rond Sister Act. Maar ik heb net te horen gekregen, Carolina heeft het veel te druk. Dus de hoofdrolspeelster krijgen we helaas vandaag niet te spreken. Maar ja, Musical World TV heeft al lang met de diva gesproken. Dus daar gaan we even naar terug. Wat Joop, meneer Van den Ende, misschien wel wat meer in mij ziet en wat andere mensen misschien nog niet in mij zien, is dat ik eigenlijk in mijn normale leven... Ik ben een clown. Ik ben gewoon iemand die... Ik hou van een grapje, ik hou van grappen uithalen. Mijn moeder werd vroeger altijd gek voor mij. Ik ben meer, denk ik... Ik ben de dramatische kant van Aida, maar meer de komische kant, denk ik, heel erg van Dolores. Plus daarbij, ik ben een beetje een disco diva, want dat is wat ik doe. Zie dan wat je gelooft. Ik sta hier tegenover de schurken en ze vechten nu al om de meeste aandacht. Marlon, jij bent TJ. Ja, dat klopt. Wat voor slechte bedoelingen heb jij met Carolina? Nou ja, ik moet er gewoon gaan vinden van mijn neef Curtis. Moeten wij met z'n drie op zoek gaan naar Carolina om haar terug te vinden. En dat is onze taak. Degene van wie ik afgelopen zomer heb genoten is Frank, Jukebox Boys. De Jukebox Boys zijn niet meer wat het geweest is sinds jij weg bent. Nou, dat is niet meer waar. Nee, het gaat gewoon door. Ja. Maar je hebt je plaats moeten afstaan omdat je nu een professionele rol hebt in een professioneel stuk. Hoe is dat? Ja, heerlijk. Ja, iedereen is zo vriendelijk en het is gezellig om met iedereen samen te werken. Het is echt een groot gezellig klooster, om het zo maar te noemen. Ja. En de grootste van de drie schurken, dat is John Smaal. Moeten wij jullie gevaar een beetje met een korrel zout nemen? Of zijn jullie echt gevaarlijk in het stuk? Is Carolina echt in levensgevaar? Ja, toch wel. Ja, dus, ja, zoals je ons ziet is dat natuurlijk. Marlon zou je nog bang voor kunnen zijn, maar voor ons ben je niet zo snel bang. Maar als ik over mezelf praat, ik ben toch een beetje de domme kracht. Ik ben in dienst van de baas, moet er geslagen worden, dan sla ik erop los. Het is dan wel een comedy musical, hebben we net gehoord. Maar daar komt toch echt een dodelijke dreiging van jou uit? Nou, dat is wel de bedoeling. Kijk, ik kan het natuurlijk spelen als bij de bad guy. Maar dat vinden we een beetje plat. Dus ik probeer het toch als een normale man neer te zetten. Die toevallig heel gevaarlijk is. Ja. En vooral gevaarlijk omdat hij heel aardig en charmant over kan komen. Maar als datgene wat je zegt hem niet zint, dan heb je voor je het weten blaffen tegen je kop. Ja. En mensen die hem kennen, die hebben gezien dat hij die trekker ook overhaalt als het nodig is. Zingen jullie het lied waar ik het meest op wacht? Ik was vroeger een fan van Float On van de Floaters. Ja, Frank kent dat helemaal niet. Jawel, we hebben het samen gekeken. Het lijkt me een ongelooflijk moeilijk lied. Vooral voor degene met de hoogste stem. En als ik afga op de Londense versie, ben jij dat, Frank? Dat klopt. Hoe is jouw falset? Hij zit er. Dus, hoe is? Nee, ik ga het niet doen. Nee, dat gaat goed komen. Maar wij zingen alle drie echt waanzinnig hoog. Dus dat is pittig. Het is pittig, maar wel echt heel erg leuk. Ja. Nou, ik ga erop vlassen. 17 februari ga ik al kijken. Rij 1. Dus reken maar. Acte 2. Acte 2, tweede song. Dat ik op jullie ga letten. Steffen, wij 1000 doden en zit jij lekker vrij 1 te genieten. Jongens, veel succes. Dat wordt vast goed. Dankjewel. Heerst bezit. Niemand kent nog dienstbaarheid of schaamte. Van de kerk leeft hoog uit de geraamte. Niemand die nog poepel doet of pit. Na een ernstige rol keer je terug naar comedy. Hoe voelt dat? Lekker hoor. Ja? Ja. Nee, dat...
Dat verleer je niet. Dat zit in je bloed, geloof ik. Dat moet eruit, hè? Wat maakt die rol van moederoverste zo speciaal voor je? Je trekt eigenlijk alleen maar aan de rem. Ik trek aan de rem, maar dat maakt het ook zo leuk. Want het is iemand die heel erg vasthoudt aan traditie en aan regels en normen en waarden. En zoals dat geldt in een klooster, ze zorgt heel goed voor haar. Het is geen naar mens hoor, maar zorgt heel goed voor haar zuster. Zal zorgen dat hun niets overkomt. En dan komt er zo'n jonge hond binnen als een Dolores en die maait alles onder de voeten vandaan. En daar raakt ze toch wel lichtelijk van in paniek. Dat wil ze niet. Dus die tweede bood het niet erg in het begin. Dan gebeurt er natuurlijk heel veel en aan het einde sluiten ze toch een hele warme vriendschap. Ja, en wat het leuk maakt van deze rol is dat ik natuurlijk de humor, want er zitten heel veel leuke grappen bij moeder Overste, met dank aan Martine. En ik ben nu op zoek, want we zijn natuurlijk nog maar 14 dagen bezig. Ik ben nu op zoek naar de vrouw achter het moederoverste. Het is een beetje het geheim, zeg maar. Wat haar menselijk maakt. Ik schuw nooit de emotie. Dus ik ben op zoek naar een emotie bij haar. Waardoor het publiek ook met haar mee kan gaan. Wat me ook een opgave lijkt, je bent helemaal verstopt achter je habit. Met andere woorden, je acteert met je gelaatsspieren. Heb je daar al spierpijn? Nou, nog niet, want ik moet het heel erg klein houden. Herken je dat? Ik moet heel klein houden. Dus ik heb nog geen spierpijn. Maar ik zal erg van mijn ogen afhangen. Maar ook een beetje van de body language. Want zodra je het habit aantrekt, dan gebeurt er iets met je. A, met je gezicht, maar ook met je lijf. Ja. Dus dat helpt enorm. Ja. Wat geeft die rol jou? Nou, voor mij is het sowieso vocaal een gigantische uitdaging. En de rol staat in die zin niet heel dicht bij mezelf. Dus dat is ook heel interessant voor mij. Omdat ik dus nog echt op zoek ga naar hoe ga ik dit vormgeven. Waardoor dit hele repetitieproces heel interessant is. Mm-hmm. En het is een comedy. Dus dat is ook wel, dat is ook nieuw voor mij. Jouw musical carrière gaat een wonderlijk pad, want ooit heb ik de allereerste Wicked Tryout in Londen gezien. Toen was de rol van Lessa Rose gespeeld door Katie Rowley-Jones. En die heeft na Wicked ook de overstap gemaakt als Mary Roberta in Sister Act. Ja. Dan kan ik jou vertellen meteen al wat jouw volgende rol is. En dat is, vertelt u mij. Dat is Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Oh, nou. Ja, dat zie ik mezelf nog niet 1, 2, 3. Maar goed, wie weet. Het is een hoofdrol. Ja, absoluut. En laat ik je vertellen, sinds 2 maanden geleden is Katie Rowley-Jones weer terug in Wicked. Jij hebt gewoon een hele zonnige toekomst. Nou, heerlijk. Ja, fijn om dat alvast van tevoren te weten. Je komt terug van een prachtige rol. Je hebt, 8 maanden lang die engineer gespeeld in Miss Saigon. Is dit van dezelfde orde, vind je, deze rol, of van Curtis? Nee, deze rol is wel gevaarlijker. Kijk, de regelaar zat natuurlijk in een hele dramatische situatie. En die was een slachtoffer. En omdat hij zichzelf boven water wilde krijgen, maakte die andere mensen slachtoffer. En deze man die ik nu speel is geen slachtoffer. Die denkt alleen aan zichzelf. Die wil zelf beter worden. En die is langzaam maar zeker in een circuit beland. Waarin het heel normaal is om op illegale wijze geld te verdienen. En als het dan gesnapt wordt, om te zorgen dat het bewijs verdwijnt. Ja. Dat is zijn vak. En dat is veel meer eigenbelang dan de regelaar ooit had. Halleluja.
als acteur had je bij de regelaar een paar momenten dat je even de show kon stopzetten en even de showman kon zijn. Ja. Ik denk even aan het Purple Pearl intermezzo. Iedereen weet wel waar ik het over heb. Heb jij die kansen ook in dit stuk? Of is dit, ben je meer gehangernast? Ik moet... kijk hoe... Deze rol van Curtis is natuurlijk zo'n... het is zo'n slechte man dat hij alleen maar werkt als ik hem serieus speel. Dus hier in deze show zal er absoluut geen ruimte voor mij zijn om dat soort dingen te flikken. In Miss Saigon was... Die ruimte er wel, en ik werd ook aangespoord door mensen als Cameron McIntosh, als je iets vindt, gebruik het. Want we hebben in die show, hebben we comic relief nodig. Ja. Het is zo'n serieuze show, dat we moeten denken, als die regel opkomt, de bad guy, die komt op, dan denken we, hé lekker, even geen marteling, even geen verdriet. En daar kon ik in Miss Saigon net wat verder in gaan dan ook in het script stond van Miss Saigon. Maar dat zou hier absoluut niet kunnen, want dan zou ik het verhaal... Ik ben namelijk de dreiging. Als die dreiging te licht wordt, dan haal ik het verhaal onderuit. Dit dragen wij sinds de 14e eeuw. Tot op heden was er weinig behoefte aan accessoires. Als ik dit aantrek, val ik de plekken dood neer. Ik hoorde net bij de inleiding, het wordt een brutale, scherpe Nederlandse vertaling van Sister Act. Herkende je jezelf terug in die twee predicaten? Ja, want ik denk dat iedereen intussen wel weet dat als ik het doe, dat het dan meestal wel zijn die woorden van toepassing. Ik probeer toch altijd wel een beetje met die brutale grappen te maken en een beetje scherp te houden. En, ja, bij de ene voorstelling... kan dat nog iets pittiger dan bij de andere. Ja. Bij Tarzan kan je minder, ja, we moeten daar nu scherp wezen, maar bij dit, wat toch in de katholieke kerk speelt, kun je wel wat. Glenn Slater is de Amerikaanse tekstschrijver, een hele scherpe jongen, die ook, vind ik, voor Amerika heel ver gegaan is al, hoor. Dus daar had ik al een enorme steun in de rug van die man. Maar dat kan in Nederland gewoon net iets meer. Ja. Dan in Amerika. En het is heel moeilijk om daar een voorbeeld van te geven, omdat een uit zijn verband getrokken grap zo helemaal niks is en nooit grappig. Dus ja, je bent bang dat ze je grap flauw vinden. Nou, dat is dan ook flauw. In welk gedeelte van deze exercitie heb je ongelooflijk gelachen? Veel plezier mee gehad. Ach, weet je, als je thuis zit te werken, dan al bedenk je de leukste grapje. Je zit niet te grinniken achter je computer. Niet in een hoekje, in een eenzaam hoekje in de huiskamer. Nee, dat ik dan denk, ja, ik zit in een heel eenzaam hoekje in de huiskamer, maar je zit toch te werken. Het is eigenlijk niet... Nee, wat ik wel altijd doe, is het zo'n liedje dan voorzingen aan mijn man, aan Berend Boudewijn. En als die dan lacht, dan heb ik daar veel genoeg aan. Die hoort het dan voor het eerst natuurlijk, hè. En dan heb ik ook meteen, weet ik of het goed klinkt en of het... Dus dat doe ik altijd. Het eerste, dus de eerste eigenlijk die iets hoort altijd. Ja. Je werk aan de vuurproef van het publiek, ga je bijvoorbeeld bij de eerste try-out zitten en om je heen kijken of er wel lachen op de juiste momenten? Ik ga, natuurlijk, je hoopt dat dat zo is, maar over het algemeen ben ik daar nog al mee verwend mee, daar heb ik niet veel over te klagen. En het is ook nog zo dat ik, in tegenstelling tot veel Amerikanen, zeg, als ze vanavond niet lachen, dan lachen ze morgen misschien. Want je kunt ook talentloos publiek hebben. Maar Amerikanen die horen één keer geen lach en willen dan alles veranderen. Uit de doodsnood. Komen onhoorlijk.
Dankjewel. Ik ga 17 februari kijken. Oh, ik weet zeker dat het goed gaat. Okay. Dankjewel. Dag.